Voor Stadsboerin zijn vrijwilligers heel erg belangrijk. Eén van hen is René de Jonge. Zij werkt met veel plezier bij de Stadsboerin. En deze plek in Doetinchem is ook nog eens heel speciaal voor haar. Dit is de Kruisberggevangenis. Daar zit ook een Stadsboerin. Het is voor mij een bijzondere plek, omdat ik gewoon mijn ei daar kwijt kan. Lekker buiten zijn. En verleden en heden komt voor mij een beetje samen. En ik hou van groene vingers. En een heerlijke plek. Ik ben René, ik ben 54 jaar, ik ben sinds een aantal jaar werkloos en ik ben afgelopen voorjaar begonnen als tuinvrouw bij de Stadsboerin. Dus onkruid weghalen, oogsten, alle klusjes die er maar zijn en op een zaterdag sta ik in de winkel. Het is heel goed om je hoofd leeg te maken dit. Nu is dat werk voor mij, gasprietjes trekken en andere troepen. De Kruisberggevangenis ben ik eigenlijk al, komt iedere keer een klein beetje op mijn pad. Eerst vanwege de lagere school met de kinderen. Een soort kunstroute gelopen. En later ben ik vrijwilliger geworden bij het Stadsmuseum. En Open Monumentendag, de eerste Monumentendag hier gedaan, open dagen. En ook gezorgd dat een aantal objecten uit de collectie van het museum hier dus nu staan. En het verhaal vertellen van de gevangenis. Hieronder vind ik wel heel grappig. Dit is een knuppel en handboeien die gebruikt zijn door de opa van een vrijwilliger van het museum. Ik ga hier ook naar de kerk op het terrein en het komt heel mooi bij elkaar. Het is een heerlijke plek om te zijn. Het is een leuke groep mensen, lekker in de natuur, goede koffie, goed eten. De vrijwilligers die hier werken, dat zijn over het algemeen wat oudere vrijwilligers. Mensen die bijvoorbeeld net met pensioen zijn of wat andere klachten hebben waar dat ze niet meer kunnen werken. En daar is voor iedereen gewoon een hele fijne plek voor. Iedereen heeft zijn eigen bagage en ook met de bagage mag je hier gewoon zijn. Dit is de oude kleedruimte waar de gevangenen zich omkleden als ze in de tuin gingen en waar wij ook onze jassen en tassen neerhangen. Ja, dat is toch wel herinnering aan het verleden. De gevangenis is in het verleden voor heel veel mensen een plek geweest om opnieuw te beginnen. Een stukje bezinning. En dat is het nu eigenlijk weer, op allerlei gebieden. Ja, op het moment zit ik niet zo'n fijne periode in mijn leven, zeg maar. En het is toch heel fijn dat je niet alle dagen thuis zit, maar dat je hier gewoon je ding kan doen. En dat je gewoon gewaardeerd wordt. Je voegt iets toe. Met je kennis, met alles wat je doet. Ook elk grasprietje wat je weghaalt, of het onkruid. Of het eten wat je naar de varkens brengt, of de eikels. Ja, dat maakt niet uit. Iedereen voegt hier wat toe en dat merk je.